Eind jaren 20 van de vorige eeuw liep Virginia Woolf diep in gedachten, zoals ze altijd diep in gedachten liep, over het grasveld van een universiteit. Totdat er opeens een man op haar kwam afgestapt in enige haast en met enige paniek in zijn ogen. En toen werd ze zich bewust van haar fout. Ze liep op het grasveld en ze was een vrouw. Vrouwen mochten niet op het grasveld lopen. Dat was voor de mannen die studeerden aan die universiteit waar de vrouwen überhaupt niet mochten studeren. Virginia Woolf, een beleefde, goed opgevoede vrouw, besefte haar fout, stapte netjes weer op het gebaande pad waar ze thuis hoorde. Als schrijver was ze eigenlijk nauwelijks een schrijver die de gebaande paden volgde. Ze was een ontzettende vernieuwer van literatuur, altijd op zoek naar manieren om die literatuur te vernieuwen en open te breken. En dat leverde haar uiteindelijk een solide plek op in de westerse kanon, in de westerse literaire kanon. Het leverde er ook een paar stambeelden op en een algehele status als icoon. Het nadeel van zo'n status als icoon is dat je er soms letterlijk van in brons gegoten raakt. Dat je een setje clichés wordt en wetenswaardigheden, hè? Een rijtje wetenswaardigheden voor mensen om uit hun hoofd te leren. Wat weet u over Virginia Woolf? Waarschijnlijk weet u dat ze een grote modernistische schrijver was die aan de wieg stond van een literaire techniek die we stream of consciousness noemen. U weet waarschijnlijk ook wel dat ze naast grote periodes van enorme creativiteit ook depressies kende en dat ze zich in 1941 uiteindelijk met stenen in haar zakken verdronk in de River Ouse aan het begin van de Tweede Wereldoorlog. Het is ook niet ondenkbaar dat u bij Virginia Woolf, tenminste dat heb ik, eerst en vooral het gezicht van Nicole Kidman voor zich ziet, die haar zo meesterlijk vertolkte in The Hours. Het nadeel van zo'n status als icoon is dus dat, eigenlijk is dat gebeurd dat met heel veel belangrijke dode schrijvers, dat ze zo belangrijk zijn dat we geen zin meer hebben om ze te lezen. Dat dat eigenlijk niet meer hoeft. Ik herinner mijn eigen tegenzin toen ik aan Virginia Woolf moest beginnen. Ik was een piepjonge letterenstudent en ik moest To the Lighthouse lezen. Ik had daar allerlei vooroordelen over. Ik dacht, oh nee, nu moet ik heel experimentele literatuur gaan lezen die heel ondoordringbaar is en complex en veel te moeilijk. En bovendien dacht ik, dat gaat ontzettend gedateerd zijn. Dat gaat vergeelde literatuur zijn. En ik vroeg me af van, ja, moeten we al die dode schrijvers nou weer, hè, moeten we die allemaal lezen en moeten we die weer tot leven willen wekken? Maar gelukkig las ik haar en was het vanaf de eerste pagina's van To the Lighthouse, was het me duidelijk dat ik hier iets las wat levendiger was dan iets anders wat ik ooit had gelezen. Ik voelde een werkelijk zeldzame opwinding die je soms hebt als je een echt, echt goed boek leest. En dat zijn er niet zo heel erg veel. De beelden, de woorden, de geluiden, zelfs de geuren trilden zo ongeveer van de pagina's af. En de liefde voor de literatuur en het woord. En ik voelde dat ik hier iets heel bijzonders in handen had. Mensen vragen vaak aan schrijvers wanneer ze wisten dat ze schrijver wilden worden. Daar is eigenlijk onmogelijk een werkelijk waarachtig antwoord op te geven. Ik denk dat je altijd bezig bent om schrijver te worden misschien wel. Met elk nieuw boek opnieuw of met elk stuk dat je schrijft opnieuw. Dus het is een soort eindeloos wordingsproces. Dus elk antwoord wat ik op die vraag geef is altijd een soort fictie. Gelukkig hou ik van fictie, want ik schrijf ook fictie, dus dat komt goed uit. Maar als ik hier vandaag een antwoord zou moeten geven op wanneer ik wist dat ik schrijver wilde worden, dan zou ik zeggen toen ik voor het eerst Virginia Woolf las. Veel mensen die denken dat goede literatuur valt of staat met een goed verhaal. Daar zit wel wat in, het is ook niet onwaar. Maar voor mij zijn eigenlijk de beste boeken de boeken die helemaal geen verhaal nodig hebben. De boeken waarbij het avontuur van de taal het verhaal is. Virginia Woolf die hield veel dagboeken bij in haar schrijvende leven. En ze
noteerde herhaaldelijk in die dagboeken dat ze eigenlijk helemaal geen verhalen kon vertellen. En dat ook niet wilde. Dat was voor mij, herinner ik me, echt een eye-opener. Ik had vage dromen van schrijver willen zijn. En ik dronk dan heel dramatisch van die rode glazen wijn laat op de avond. En dan noteerde ik allerlei pathetische onzin in notitieboekjes, die ik ook wel allemaal braaf bewaar, maar waarschijnlijk verbrand vlak voor mijn dood. Maar ik had daar dus hele vage dromen en ideeën bij. Maar ik had een probleem, want ik dacht, als je schrijver wil worden, dan moet je een heel dringend verhaal hebben dat eruit moet. Dat je moet vertellen. Je moet op zijn minst een ellendige jeugd hebben gehad, dacht ik. Of een paar dramatische wendingen in je liefdesleven. En dan mocht je misschien beginnen aan dat schrijverschap. En het was echt Virginia Woolf die mij leerde dat dat niet zo nodig was. Wat Virginia Woolf wilde en waarom ik zo ongelooflijk van haar houd, is dingen opschrijven die eigenlijk bijna ondenkbaar zijn en onzegbaar. En dat klinkt heel metafysisch en abstract als ik dat zo zeg, maar ik bedoel dat eigenlijk in de meest concrete zin van het woord. Wat haar opviel was dat er in de literatuur zoveel woorden waren voor zoveel groot. Voor de tragische liefde, voor de moedeloze wanhoop van het verlangen. Voor oorlog en vrede en woeste hoogte. Daar was allerlei taal voor in de literatuur. Maar er was eigenlijk nauwelijks taal voor het kleine, het banale, het dagelijkse van het leven. Een doktersbezoek of het op de bus doen van een brief. Of de kleine gedachtes waar we nauwelijks aandacht aan besteden. Of de emoties die zo vluchtig zijn dat we ze niet eens opmerken, of dat we er geen naam voor hebben, omdat het net niet boos is en net niet verdrietig, maar iets anders wat we net niet kunnen benoemen. En juist in die dingen was zij geïnteresseerd. En die dingen maakten voor haar het leven uit. En die wilde zij in taal vatten, omdat ze voelde dat dat nog niet genoeg werd gedaan. Virginia Woolf is echt een meester in om stil te staan bij kleine details die de meeste mensen helemaal niet opvallen, omdat we eraan voorbij gaan, omdat we denken dat ze onbelangrijk zijn. En zij maakt die dingen opnieuw belangrijk. Zij kan pagina's lang rond een etenstafel blijven cirkelen en alle gedachten van alle gasten rond die tafel waarnemen, de gesprekken opvangen, maar ook de geuren van het eten of de mislukte pudding of de gelukte hazenpeper. Ze neemt de tijd om een jongetje van 6 op de grond te laten spelen met een stukje speelgoed en te ervaren wat het is voor hem om de wereld te voelen en mee te maken. Om het gras te ruiken waar de grasmaaier overheen rolt op dat moment. Of de blaadjes aan de populieren te zien draaien. Of het ritselen van zijn moeders jurk. En alle emoties en gedachten die daarbij komen kijken. Dat is eigenlijk wat Virginia Woolf voor mij zo fantastisch maakt. En wat voor mij als schrijver een les was en altijd ook een les zal zijn. Omdat ze me leert kijken. En ze leert me kijken naar dingen waar ik anders misschien wel helemaal niet naar zou kijken. En wat daar zo fijn aan is, is dat ik er niet alleen wat heb bij het schrijven, maar ook gewoon bij het leven zelf. Want het leert eigenlijk dat je niet van hoogtepunt naar hoogtepunt hoeft te leven, zoals we vaak toch geneigd zijn te doen. Maar dat je eigenlijk in het leven zelf je eigen hoogtepunten kunt maken. En het eigenlijk het leven zo rijk kunt maken als je zelf wil. Dat kan bijvoorbeeld helpen als je, zoals ik, heel snel geïrriteerd raakt. Bijvoorbeeld als je in het spitsuur in een supermarkt staat en het is veel te druk. En net diegene voor je pakt het allerlaatste zakje geplette ijsbergsla. En nou ja, dan heb je meestal de neiging om toch enigszins te exploderen. Maar als je dan aan Virginia Woolf denkt, zoals ik, dan soms lukt me dat dan. Niet altijd, ik ben ook niet perfect. Maar dan leert het me om daar anders naar te kijken en daar misschien zelfs iets in te zien en dat te hergebruiken en daar op een andere manier naar te kijken. Die middag op dat grasveld deed Virginia Woolf een stapje opzij, zoals haar was geleerd als vrouw te doen. Maar eigenlijk was die stap opzij een stap vooruit. Ze werd een tijdje later werd ze gevraagd door een vrouwenvereniging
om een lezing te geven onder het onderwerp vrouwen en fictie. Ze gebruikte het incident van het grasveld en ze schreef het op en ze filosofeerde erover. En uiteindelijk werd die lezing, zou het haar beroemdste en ook meest gelezen feministische essay A Room of One's Own worden. Dat u waarschijnlijk allemaal wel van titel in ieder geval herkent. Een paar weken nadat dat gepubliceerd was, schreef ze in haar dagboek min of meer terloops: er zijn al 10.000 exemplaren van verkocht. Dat was in die tijd was dat een recordaantal. En dat voor een essay dat vurig pleitte voor de financiële onafhankelijkheid van vrouwen. En voor het eerst had ze daar dus echt haar eigen geld ook mee verdiend. Vandaag de dag, dat is nou ja, een krappe 100 jaar later, ben ik niet alleen blij hier als vrouw op een podium te kunnen staan. En op elk grasveld van elke universiteit te lopen, te rennen, te rollen als ik dat wil. Ik heb inmiddels niet alleen een kamer voor mezelf, maar een heel appartement. Door Virginia Woolf weet ik af en toe ineens hoe dat moet, dat schrijven. En belangrijker misschien, weet ik ook af en toe hoe dat moet met leven. Dankjewel.